lieve YouTube-kijkers. Iets wat beduust. Deze week helemaal anders gelopen als verwacht. Vandaag niet hard gelopen, zoals jullie zien. Had ik mijn Juliana spullen al weer aan. Om naar de wedstrijd te gaan. Maar goed, waar het eigenlijk om gaat is dat afgelopen woensdag, de 16e, is mijn moeder helaas overleden. Natuurlijk is het treurig, natuurlijk zullen mensen dan zeggen, waarom ga je dan nou naar het voetballen? Ik vind dat nu de afleiding die ik wil hebben. Om even iets anders in mijn hoofd dan al dat geregeld samen met mijn zus. En alle dingetjes die er nog allemaal erbij komen kijken. Begrafenis, witprintjes, foto's, alles. Hele rattenblad, familie uitnodigen, wie wel, wie niet. Koffietafel, de mis, al dan niet. Van alles. In ieder geval best wel een hoop geregeld. Natuurlijk ook achter de schermen verder met betrekking tot, administratieve zaken, bank, opzeggingen, bla bla. Dat is tegenwoordig hele mooie loketten. Als je digitale loket is, dan krijg je een of andere link. Dan kun je aangeven wat je dan allemaal opgezegd wil hebben en dan gaan zij dat voor je doen. Dus moet je wat gegevens invullen en dan gaan zij die loketten af om dan op te zeggen. Dus het is wel een stukje makkelijker geworden. Maar toch. Ja, onverwachts, een beetje wel. Ja, ze was vorige week woensdag. Nee, die week daarvoor was ze naar het ziekenhuis gebracht. En met opgezwollen benen, dat begon al een tijdje ervoor. En het ziekenhuis komen liggen. Ze hebben gedraineerd, vocht afdrijven gedaan. Nou goed, dat gaat goed. Maar ze heeft 2 jaar geleden, toen ze in het verzorgingshuis kwam, heeft ze al een behoorlijke klap gehad en op de verwerking gehad. En in eerste instantie dachten we dat ze er weer bovenop zou komen, maar haar saturatie bleef erg laag. Saturatie is percentage zuurstof wat in je bloed zit, wat in je bloed getransporteerd wordt. Die bleef altijd laag. Ze heeft altijd wel een lage saturatie gehad, maar hij bleef gewoon nu erg laag. Vorige week zondag, na de wedstrijd, ben ik daar natuurlijk heen geweest. En toen zag ik eigenlijk al een verschil met donderdag, met vrijdag dat ik er geweest was. Ja, dat was gewoon, was niet goed. En mijn zus en ik zaten daarbij en toen hadden we eigenlijk al iets van, dit moeten we haar niet aandoen om bij alle machten te proberen om haar bij ons te houden. Dus ja, dat is moeilijk. Dat is natuurlijk lastig, dat natuurlijk niemand graag gaat. Maar we hebben echt wel in het oogpunt van mijn moeder gekeken. En gewoon gezegd van, ja, dit is geen doen. Hoe dat ze hieruit gaat komen, ja, dat weet je dus niet. Dat is gewoon, maar niet zoals het was. Zo slecht was het ertussen. Ja, dan ga je natuurlijk even een paar dagen erover nadenken en gesprekken voeren met de artsen. Dinsdag was mijn zus in het ziekenhuis. Die had eigenlijk zo het gesprek van, weet je, als er überhaupt hier uitkomt, dan zal het een soort met kastbandje. En wat heeft het dan voor een zin? Wat heeft het leven dan voor een zin? Op haar leeftijd, 80, bijna 1 jaar af. Dit jaar zou ze 81 worden. Met hetgeen wat ze al 2 jaar geleden had meegemaakt. Nee. Daar konden wij niet over ons hart verkrijgen om haar dan echt te willen behouden. Heeft geen zin. Ja, het is niet zo dat we dan hebben gezegd van oké, weet je, trek alles maar meteen eruit. We hebben natuurlijk wel goed overleg gehad, samen goed overleg gehad.
met mijn zus. Ja, en afgelopen woensdag nog een keer het laatste gesprek gehad. Van ja, wat gaan we hiermee doen? Ja, weet je, nogmaals. Dan ga je uiteindelijk toch denken in naam van je moeder. Die pijn. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, toen zijn wij, toen hebben ze op een gegeven moment medicijnen gestopt. Toen hebben ze zuurstof gestopt. En dat wordt dan heel erg geregeld. En ze is eigenlijk, ja, al met al heeft het ongeveer een goede 40 minuten geduurd. Van het moment dat ze gestopt zijn met de medicijnen. Haar broer en haar zus die waren nog gekomen. En het is alsof het zo had moeten zijn dat toen haar zus bij het bed stond en de een en ander vertelde. Is eigenlijk ook van ons heen gegaan. En dat was mooi. Nogmaals, hoe pijnlijk dat ik het ook heb, hoe pijnlijk dat het ook is. Maar het was wel mooi. Ze is niet gestikt, ze is niet beroerd geweest. Ze is heel rustig geweest. En dat is belangrijk. Dat is echt belangrijk. Nu naar het voetballen toe. Probeer om dat toch eventjes te verzetten. Ik hoop dat we dan ook nog de winstpunten meenemen vanuit Meersen. Dan is het goed. Zouden we dan verliezen, is het in principe nog, ja, voetbaltechnisch natuurlijk slecht, maar dan is het nog wel goed. Dus en dan op naar de dinsdag. Dinsdag is de begrafenis. Dus ja, een iets wat anders soort vlog als die ik normaal maak. Maar dat is altijd holadio. Nou, op zich wel, ja. Op een gegeven moment ga je er toch een beetje naar nadenken. Het is goed. Rust komt erin. Natuurlijk heb je af en toe een keer een gedachte. Maar ik vind het goed zo. Dus, ik zou zeggen, ik hoop dat we volgende week weer een beetje een normale vlog kunnen krijgen dan. Dat ik weer heb hard gelopen. Dus, triest weer. Triest weer. En ik kreeg ook een beetje door de situatie ook niet echt meer de zin om dan nog iets te gaan doen. Ik heb nog gekeken om te kijken. Kijk, als we nou weer naar de sportscholen mogen. Dan wordt het een ander verhaal, want dan pak ik gewoon een pas en dan ga ik naar de sportschool en dan ga ik op de loopband staan. En dan ga ik gewoon even een stukje op de loopband doen en wat fitnesswerk. Maar ja, ik mag nog niet vrij de fitness in. Dat is na volgende week pas. Dus moet ik even wachten. Dus, nou, dan zou ik in ieder geval zeggen tot de volgende keer. Ik zou zeggen, ondanks dat deze wat treurig is, toch een blauw duimpje omhoog. Abonneren op dit kanaal. Dan hoop dat ik volgende week weer een normale vlog kan maken. Na het hardlopen. Ik weet wat andere dingen heb beleefd dan. Dan de dingen die ik heb. Goed, ik zou zeggen, tjoe.